Hallo sunshiners, morgen vrijdag 27 december en zondag 29 december heb ik twee dagen uitgetrokken om live te gaan. In die livestream gaan we het opnieuw doen met een live aquarium review. Dit wil zeggen dat we van jullie, de kijkers, gaan samen kijken naar een aquarium en op een opbouwende manier gaan proberen hints en tips te geven waardoor je jouw aquarium een stuk beter zou kunnen maken. Of wie weet, is hij gewoon al heel goed. En hoeven we dat niet te doen, kunnen we allemaal veel oes en a's doen op jouw aquarium. Vrijdag uh, 27 december en zondag 29 december. Dus ik heb er deze keer speciaal twee dagen voor uitgetrokken. Omdat meestal een review vrij lang duurt. Of ik moet het snel, snel doen. En dat is ook niet leuk als we niet kunnen volledig naar jouw aquarium kijken. Hieronder in de comments, in de beschrijving, sorry. In de beschrijving staat een linkje naar een formulier. Je kan dat formuliertje invullen. Geef jouw YouTube-naam zeker en vast op, zodat we kunnen weten van wie het aquarium is. Je kan er ook een aantal bestanden gaan bijzetten. Je kan er een video bijzetten. Je kan er wat opmerkingen, comments en dergelijke meer bij geven. Ga dus zeker en vast dat formuliertje gaan invullen. Er staat ook een keuzemogelijkheid of je vrijdag dan wel zondag kan aanwezig zijn op de livestream. Zodanig dat we kunnen jouw aquarium doen op het ogenblik dat je zelf ook aanwezig bent. Zodanig dat je onmiddellijk ook feedback krijgt en als er eventueel vragen zijn naar jou toe, dat we die kunnen stellen. Voor de mensen die nog niet weten wat een live aquarium review is, zo meteen gaan er een aantal beelden volgen van een voorgaande aquarium review. Ga dus zeker en vast eens een kijkje gaan nemen naar dat stukje, Voorbeeld ook wat we daar hebben, zodat je weet wat je kan verwachten. Heel belangrijk te weten is, we gaan enkel voor de opbouwende kritiek. Mensen die beginnen te zagen en te janken, worden even van de um, livestream gegooid, totdat ze tot betere inzichten komen en dat ze iets minder commentaar hebben, maar enkel maar opbouwend kritiek gaan geven. Het is dus zeker alvast de moeite, zeker als je eens wil van meerdere mensen. En er zitten meestal wel mensen met heel veel ervaring in de livestream chat. Als je van meerdere mensen wat opbouwende kritiek wil hebben, heel veel tips en hints. Je kan eigenlijk aan de hand van een um, live aquarium review jouw aquarium een pak gaan verbeteren. We hebben zo in het verleden een aantal mensen gehad die niet zo heel succesvol waren met zijn aquarium, die de tips hebben toegepast en die op vandaag een heel, heel, heel mooi aquarium hebben. Stel dat je vroeger ooit eens een live aquarium review gedaan hebt. En je hebt ook een aantal tips uh, meegenomen, je hebt die toegepast en je kan nu ook een, een ander, totaal ander voorbeeld gaan geven. Laat ook niet na om via hetzelfde formuliertje een voor en na te geven, zodat je ook kijken waar dat je allemaal verbeterd bent en dergelijke meer. Het is zeker een een aanrader voor mensen die ja, misschien van heel veel dingen geen kaas gegeten hebben en die wel een wel feedback krijgen over bepaalde items. Daarvoor dient ook de beschrijving erbij. Als je over een bepaald specifiek item een uh, review wil, laat het dan ook zeker en vast weten. Zo meteen volgende dus beelden. Ik hoop jullie te zien ofwel vrijdag ofwel zondag. De tijdstippen en de linken naar de livestream staan ook hieronder in de beschrijving. Als ook het linkje dus naar het uh, invulformeetje. Ik hoop dat we elkaar uh, dan zien. Hopelijk hebben jullie niet te veel meer van die... Um Eindejaarsverplichtingen waar we allemaal met volle pret en dol enthousiasme naartoe mogen. We zien elkaar tijdens live. Ja, yep, beide. Oké, okay, goed. Een overzichtfoto. Nu, je kan duidelijk zien voor een aquarium die draait sinds maart, dus dat was derde maand en we zijn nu de tiende maand, dus een maand of zeven draait. Die staat behoorlijk goed te bloeien. Ik ga straks kijken verder in details. Die, die staat behoorlijk goed te bloeien. Er uh, is een rode lotus. Staat er goed bij. Um, ik denk dat het valisneria is die hier staat. Zijn mossen leggen er goed bij. Hier ligt er, maar dat kun je niet zo goed zien. Hier liggen er wat witte keien. Dat was een klein beetje om. En hier ook. Dat was om te gaan breken. En het zegt omdat het niet alleen maar plant of hout zou zijn. Um, Verder, de, de standaard Jewel filter zit er hier nog in. Ik weet eigenlijk niet van, gebruik je dat filter als voorfilter of uh, gebruik je hem als volwaardig filter? Ook nog eens bovenop jouw, um, jouw Sunset, bij de Sunset. Dus is het filter nog gevuld met filtermateriaal of, of is het enkel als voorfiltering? Achterwand van Jewel, um, ja, de standaard achterwanden die dat, dat verkrijgbaar zijn van de Jewel bakken. Het leukste daaraan is dat ze altijd zorgen ook dat je inderdaad jouw filter kan gaan uitbekleden daarmee dat je eigenlijk van de voorkant niet, ja... Ja, dat smerig filter kan zien hangen. Het is altijd mooier en netter als het weggestoken is. Nu, Ivan gebruikt in dit geval, ik weet niet of dat Bart um, ook nog zal, zal zijn filter plaatsen, maar in dit geval gebruikt hij dit dus als volwaardig filter bovenop zijn twee uh, SunSuns. Goed. Ja, qua vestjes, qua vestbestand zie je hier op deze foto uh, niets, denk ik. Of ik zou moeten heel goed kijken, maar ik denk niet dat er hier ergens... Ja, toch wel. We zien wel wat vestzetten. Uh, maar Verre van alles, in ieder geval. Goed, techniek. Hij heeft het daarnet ook uh, in de beschrijving gezegd, dus hij zet met een... Dat zal uw ph controller zijn, veronderstel ik, uh, Ivan. Ik kan het eigenlijk moeilijk zien, ik. Digitale thermometer, dit zal van jouw wavemaker zijn. Deze zijn jouw ventilatoren voor te koelen, veronderstel ik dan. En dan zien we hier natuurlijk de, de twee pompen en uitkomen. Deze, Ivan, ik heb, het, ik heb daarnet de foto bekeken. Deze vind ik iets heel bizar. Is dat hier nu een t splitsing Dat je gebruikt, deels spreidbaar, deels gewone uitstroom of. Dit in die hoekige opstelling, dus hoe dat ik het hier nu zie op die foto, hè, is dat hier uw spreidbaar is, hier een T-stuk naar een overloop en daar jouw toevoer. Dus ik weet niet, Ivan, um, is het zo, zie ik dat correct, of... Het is in ieder geval een, een manier of een systeem waar dat niet vaak gedaan wordt. Dit, mensen, zal de toevoer zijn van uh, plantenvoeding en dat soort dingen. <tus> Even al de techniek erop zetten. Ja. <laughs> Keirie heeft een beetje overdreven mijn formuliertjes zijn te sturen. Super. Dus een spreidbaar en een gewone uitloop. Oké. Okay. Ik heb het in ieder geval nog nooit gezien in die, die, die T-opstelling. Nu op dit gaan we dadelijk nog een keer terugkomen. Er zitten ook foto's tussen van in zijn kast over het uh, automatisch doseren en het um, automatisch bijvullen van zijn aquarium. Uh, Ivan, wat mag ik zeggen van jou? Als persoon, of moet ik daarmee zwijgen? Kan handig zijn straks als we een beetje verder in, in detail gaan, zeg maar. Goed, als we dan gaan kijken naar zijn kast, um, zijn, zijn filterkast, de gewone stekkerblokken, uiteraard. Hier zitten we met die automatische doseerpomp. Dus wat hij uh, staan had, is dat hij hier gaat gaan werken. Die theeopstelling is standaard uh, bijgeleverd. Oké, okay. goed. Um, en ik mag blijkbaar gewoon vertellen. Oké, okay. goed. Dus wat zien we hier? Dus de ene, ik weet niet welke Ivan. En uiteindelijk doet dat er ook niet veel toe. Maar deze bijvoorbeeld gaat gaan zorgen dat hij elke dag een x aantal milliliter um, planted box all-in-one plantenvoeding toevoegt. Voor de mensen die niet weten wat planted box all-in-one is, um, dat is vrij eenvoudig. Dat is een plantenvoeding, een hele complete die laten we zeggen voor de, de beginner en gemiddelde aquariaan meer dan voldoende is. Als je echt elke component apart wil sturen, ja planted box all in one is via estimative index. Estimative index is um, het ideaal. Als je het apart wil sturen, ga je het moeten anders doen. Linkje beschrijving. Uh, als je kijkt in de beschrijving, staat er een linkje naar planted box all in one. Um, de plantenvoeding dus. Goed, dus stel dat deze dient voor de plantenvoeding, dan hebben we er nog eentje over, namelijk deze. In een aquarium zit iedereen met verdamping. Dat is normaal. Wat doen de meeste mensen? Ze doen gewoon netjes um, bijvullen in die nodig... Ehm... Um, of ze doen een waterwissel. Nu, bij Ivan is dat iets anders. Ivan is niet goed te been. Dus Ivan kan niet zomaar een keer elke dag met een paar emmers gaan staan sleuren. En uh, tegendeel, ik denk, ik weet zelfs niet de waterwissel of dat Ivan dat zelf doet of dat zijn vrouw dat doet. Um, maar Ivan is niet goed te been. Dus wat doet hij eigenlijk? Alle verdampte water op hetzelfde principe als wat ze doen in de zoutwateraquaristiek? gaan bijvullen met um, osmose water, veronderstel ik. Ik weet nu niet of dat er letterlijk op stond, maar goed. En dat is dat, dat, dat katappa-extract, oké. Okay, um, ja, juist de katapa-extract. je had toch water ook, Ivan, of hebben we mij nu vergist? goed, katapa-extract. ik veronderstel dat het uh, katapa-extract van Easy Life is. welke meerwaarde heeft dat? zij beweren dat dat katapa-extract is, of het zo is of niet. Pha, ik moet u het antwoord schuldig blijven, vrees ik. Um, katapa X, ja waarschijnlijk wel. ik veronderstel dat katapa X van Easy Life is. Ik had vroeger ook een aquarium met garnalen. En ik merkte wel ergens iets of wat verschil als ik die Katapa X um, toevoegde. Was dat spectaculair? Was dat nu plots dat mijn garnalen zoveel beter zaten? Nee, helaas niet. Ik moet dat eerlijk toegeven. Ik vind niet dat. De Goed, dus um, automatische dosering van Catappa X. Ik weet nu niet... Ivan, ik zie hier nu geen doseerpomp voor je water. Ik vond het dat hier ergens gewoon niet in beeld staat. Uiteraard hebben we onze twee potfilters. Dat zal waarschijnlijk deze zijn met UV. Sunsun, ja, een merk. Ik heb ze eerlijk gezegd zelf nog, nog nooit um, gekocht of gebruikt. Ik hoor wel goede dingen ervan. Het enige wat... Wacht, ik ga even mijn microfoon afzetten. Ja, oké. Okay. Het enige wat ik er ook vooral van hoor, um, is dat ze, um, ja. Moment hoor. Het enige wat ik ervan hoor, is dat je wel jouw debiet iets hoger moet nemen dan wat je daadwerkelijk wil. Omdat ze wel wat debiet zouden verliezen op het ogenblik dat je in de hoogte gaat. Oké, okay, Albert Bakker moet ook uh, dadelijk door weten wat we gaan doen. Albert, we gaan uh, de volgend, het volgende aquarium gaan die van jou pakken. We gaan eerst even verder doen nog met deze van uh, um, Ivan. En dan gaan we kijken naar jouw aquarium. Goed, en naast de twee potfilters zien we uiteraard ook nog de CO2 staan. Ik weet niet of... Ja, je had het gezegd. Hè. Wacht, we gaan het erbij pakken. Um, Colombo CO2 systeem. Goed, dat is de rechterzijkant van Ivan zijn bak. Wat zien we hier? Een wavemaker. Die, als ik mij niet vergis, Ivan ingesteld stond, dat die... Um, ik dacht overdag, meer draait dan s'nachts, of iets dergelijks, of ik weet het niet meer just, maar ik weet alles dat er daar ergens iets mee was. Hè? Wow, 20 minuten gaat wel lukken. Dennis, het aquarium is een Lido 200. Hey Twan, goeie avond. Bjorn de Roo gaat Pico gaan drinken. Goed. We zien ook nog netjes verborgen. Dus eigenlijk is dat ideaal: als al allemaal mooi netjes verborgen zit. We zien hier ook nog zijn pH-elektroden zitten. En daar zien we. Ik kan misschien wat inzoomen. En hier zien we nog zijn permanente CO2-checker. Het is een permanent CO2 checker, pH controller. Deze is de. Kan ik kan even kijken of ik die. Wadda, voilà, voilà, voilà. O, oh, verbergen we dat ook alweer. Jo. En dit is een permanente. Uh, corrigeer me als ik verkeerd ben, Ivan. Een permanente ammoniaktest. Als ik me nu niet vergis. Hij zegt oxidator staat daar ook nog, maar de nieuws zie ik dus niet staan. Het is zo goed verborgen dat ik hem zelfs niet staan, zijn, zijn oxidator. Ja, dus een permanente ammoniatest. Ik uh, moet eerlijk toegeven, het was de allereerste keer dat ik het gezien heb. Qua werking weet ik ook niet hoe dat het werkt, of dat het goed werkt of niet. Dat was van uh, Dennerle, Ivan? Of vergis ik mij nu? Dus met andere woorden, we kunnen eigenlijk zien in Ivans geval dat hij echt met heel veel techniek zit, zit. Nogthans, als je kijkt naar zijn aquarium, zie je ze niet. Dat is eigenlijk bijna het ideaal, dat je wel wat techniek zetten hebt, maar dat je het gewoon simpelweg niet ziet zetten. Het is van Seagem blijkbaar, die uh, ammoniaktest. En we hebben dan nog de laatste foto, maar dat is blijkbaar een herhaling van deze foto hier. Uh, of met de kapper op. Ah nee, deze is inderdaad, ja, dat is nu met de kapper op. Zelf een gaatje gezaagd erin, in het deksel omdat het nodig was. En hier ook uitgebreid omdat het ook nodig was, blijkbaar. Goed, wat vind ik in het algemeen van Ivan zijn bak? Uh, Om heel eerlijk te zijn, deze foto doet zijn bak geen goed. Ik heb mooiere foto's staan van Ivan zijn bak, vind ik ik persoonlijk. Um, hij, hij is wel mooier in het echt dan wat, er, wat het op foto lijkt. Het enige wat mij opvalt, Ivan, en ik denk dat je er even moet moeten, Trouwens, hier, die, die vissen had ik hier net niet gezien, zijn beetje van manier. hier. Um, wat mij opvalt, en ik vermoed dat het een klein beetje te maken heeft met jouw drijfplanten hier, is dat jouw lotus hoger begint te gaan. En daar moet je voor opletten. Als, als die, die, die stengels vrij lang zijn, wil dat over het algemeen zeggen dat ze iets te weinig licht krijgen. Dus opletten in ieder geval dat je niet zodanig veel drijfplant hebt dat je lotus te weinig um, licht krijgt, waardoor dat die in de hoogte gaat schieten. Dus um... daar zou ik wel even mee opletten.